Voor de top 3 van dieren die het allerlangst leven schakelen we nu live over naar het jaar 1600, ja, maar liefst. Het jaar 1600, het geboortejaar van de beroemde schilder Rembrandt, die het beroemde schilderij schilderde, de Nachtwacht. Maar ook van deze mossel. Maar Matthijs, even, dat is geen dier dat leeft. Nee, dit is een knuffelmossel, maar ergens op deze planeet zwemt een mossel van 400 jaar oud. En die is nog altijd zo fris als een... Een mossel? Ja. Oké, we gaan door naar nummer 2. En daarvoor gaan we helemaal terug naar de middeleeuwen. Ja, want exact 1550 jaar geleden zag deze spons het levenslicht. Een spons? Ja, een spons. Deze spons. Of nou ja, niet deze spons, maar deze spons. Ja, ik wist eigenlijk ook niet dat een spons een dier was. Nee. Maar respect, dat wel. Oké, maar dan is het volgens mij nu tijd voor de nummer 1. Bromgeroffel. Mooi pintje trouwens. Ja, ben een oermens. Oké, big it up voor de nummer 1. En alsjeblieft Matthijs, laat het iets spectaculairs zijn. Ja, zeker, zeker, zeker. Dat is namelijk de kwal. Ja, gewoon de kwal. Een kwal. En hoe oud is die kwal? Die is niet dood te krijgen. Die lijkt wel het eeuwige leven te hebben. Hoe kan dat? Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Als je dat echt wil weten, kijk dan even op zep.nl/de